Welkom bij het onderdeel van de informatiesessie van het opstaken of verwijderen traject, welke gaat over duurzame datadefinities. Mijn naam is Niels Bolding en deze presentatie heb ik in samenwerking met mijn collega's Sander de Ridder en Pim Volkert gemaakt. Deze sessie gaat met name over de oplossingsrichting 6, gezondheidsdata eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik. En in het bijzonder over het eenduidig archiveren en aanmelden van metadatacatalogus. Eenduidig vastleggen, archiveren en aanmelden metadatacatalogus door zoveel mogelijk met dezelfde datadefinities te werken, bij voorkeur gestandardiseerde datadefinities. Standaard datadefinities geven softwareleveranciers en Kunis Concept eenduidig richting hoe data in de systemen geïmplementeerd dient te worden, om zo te komen tot een zorginfrastructuur waarbinnen data feilloos met elkaar gedeeld en gecombineerd kunnen worden. Ministerie VWS pakt de regierol op als stelselhouder en heeft NICTES als tijdelijke stelselbeheerder aangewezen om standaarden te definiëren en te onderhouden. De inhoud wordt hierbij geleverd door de domeinexperts. Per aandoeningsdomein zal een groep samengesteld worden van experts die namens nationale data-initiatieven en koepelpartijen de inhoud van de betreffende datadefinities bepalen, zowel voor primair als secundair gebruik van de gezondheidsdata. Voordat we tot de inhoud van de datadefinities kunnen komen, dienen we het eens te worden welke elementen beschreven dienen te worden in een datadefinitie. Hierbij komen vragen naar voren zoals: welke elementen beschrijven een klinisch datamodel en hoe maken we deze voor de mens en machine interpreteerbaar? Welke klinische datamodellen zijn minimaal nodig voor een specifiek domein? En welke contextinformatie leggen we vast van een set aan datarecords? Voordat we aan de datadefinities kunnen beginnen, dient er eerst draagvlak te zijn voor deze methode. Nadat we bepaald hebben welke elementen er in een datadefinitie beschreven dienen te worden, kan begonnen worden aan het beschrijven van de data en de metadata die vrijwel in alle domeinen voorkomen, de generieke data en metadata. Bij de nationale data-initiatieven is al veel gedefinieerd. De verwachting is daarom dat na de generieke data de verschillende domeinen vrij snel de specifieke data en metadata voor de betreffende domeinen kunnen gaan bepalen. Dit kost tijd. In de tussentijd kan begonnen worden met het correct vastleggen van nieuwe data uit het operationele proces. Een data steward wizard geeft handvatten hoe data fair te maken. Door een inventarisatie te doen van de datadefinities van bestaande datasets en deze beschikbaar en vindbaar te maken, kunnen producenten van nieuwe data deze hergebruiken. Tevens geeft deze verzameling van de bestaande datadefinities een goed overzicht van de grote gemeenschappelijke deler in een specifiek domein, hetgeen gebruikt kan worden bij het standaard datadefinitieproces. Voorbeeld: als een onderzoeker een nieuw onderzoek start, kan deze gebruik maken van een electronic data capturing tool om data te genereren. Hiervoor defineert de onderzoeker een elektronisch case report formulier, waarin vragen concreet beantwoord kunnen worden. Vaak zien we dat de onderzoekers hierbij hun eigen concrete waardering en definities hanteren. De wens is dat de onderzoekers soortgelijke concrete waardes gaan definiëren en gebruiken als haar voorgaande collega's. Door dit te doen kan de onderzoeker de waardes uit eigen onderzoek beter combineren met de waardes van onderzoekers van collega's. Om onderzoekers te verleiden om datadefinities van collega's te hergebruiken en eigen datadefinities te delen, dient de bibliotheek met datadefinities wel gebruikersvriendelijk te zijn. Zowel bij het vinden van de datadefinities als het toepassen van de datadefinities in de lokale toepassingen en bij het delen van datadefinities vanuit de lokale toepassingen. Ter inspiratie een aantal voorbeelden van plekken waar datadefinities gevonden en gepubliceerd kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst van het opstaken verwijderen traject willen we graag met jullie in gesprek over zaken zoals: wat zijn de kritische succesfactoren om te komen tot gestandardiseerde datadefinities? Wat is er al en wat kunnen we gebruiken? Wie dienen betrokken te worden in de domeinexpertsgroepen? Welke bibliotheken werken wel en welke werken niet?
Welke eisen stellen we aan een bibliotheek? Waarom zal een onderzoeker wel of niet gebruik maken van een bestaande datadefinitie? Waarom zal een onderzoeker wel of niet eigen datadefinities delen? En welke vragen en opmerkingen hebben jullie nog meer? Bedankt voor jullie aandacht. En tot slot zou ik nog aandacht willen vragen voor de consultatie van het Helverij Wiki versie 3.0 op 14 juni. In de Helverij Wiki worden de afspraken van de Nationale Gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek, beleid en innovatie beschreven. U kunt meewerken aan deze afspraken middels uw feedback of door vragen te stellen. Meer info vindt u op de nieuwspagina van onze website. U kunt ook actief bijdragen door aan te melden via onze website van het Obstakelverwijdering. Vriendelijk dank.